Dit is een Raspberry Pi type A. Het kleinste en oudste. Daar heb ik een 32 gigabyte kaartje van de Aldi ingestoken waarop Noobs staat geïnstalleerd. En dat ga ik nu van spanning voorzien middels een extern voedingspakketje om mobiele telefoons onderweg op te laden en dergelijke van een tientje. En we gaan eens kijken wat er gebeurt als we dat van spanning voorzien. Dat is nu hier gebeurd. We hadden eventjes een scherm. We zien het een en ander op het belscherm gebeuren. En hij zegt welke wil je geïnstalleerd hebben. Let op, er zit ook een draadloze muis, heb ik. Die doet het. Oh, die moet nog even aanzetten, geloof ik. Eens kijken, ja, die doet het ook. Die komt ook bij de, nou ja, ergens bij Maxtorque. Ding bij de Action vandaan. Voor een paar euro. Die is verbonden met USB. Extern gevoede USB, 7 poorten USB. En dit is wat ik wil. Dus ik ga maar eens klikken. En ik heb ook nog een toetsenbordje aangesloten. Dat is ook allemaal op deze extern gevoede USB eenheid. Dat is wel handig en kan ik alleen maar aanbevelen om een flinke een waarschuwingsmelding, helaas in het Engels. Welke keuzes hebben we eigenlijk aan de taalkant? Volgens mij is er niet heel veel keuze in. Oh, kijk, nou. We kunnen ook nog zeggen dat we hem in het Nederlands willen. Nou. Helemaal lekker gaat dat nog niet. Nederlands. Nou. Het toetsenbord is nu veranderd naar de US. Dat zou het liefst Verenigde Staten internationaal zijn. Maar daar komen we wel uit. Onder UZ. Nou, het is US, dus dat is ja, dit gaat natuurlijk even duren en ik laat het hier maar even bij. We zullen zo meteen wel verder gaan met opnemen als er wat zinnigs te melden is. Dit kost alleen maar megabytes. Dit zijn de laatste 5% van de installatie. Het bestuurssysteem is dus maar iets van nou, laat zeggen, ruim 2 gigabyte grootte. Nog even resumerend, we hebben een Raspberry Pi. En dit is dan een al toegevoegde infraroodcamera, waar we op dit moment niks mee gaan doen. Een beetje wonderlijk is dat ik werk van een extern voeding, dus niet vanaf net zo. Omdat ik al nieuwsgierig was hoe lang dit apparaat gevoegd kan worden met deze eenheid. Een draadloos muisje en een geheugenkaart. Vandaag gekocht, 32 gigabyte. Nou ja, die kennen we allemaal wel van telefoons en tablets. En een extern gevoerde USB-hub, met 7 ports. Die wordt ten zeerste aanbevolen. En dat alles gaat hier met een USB-plugje, de Raspberry Pi in. Al met al een uiterst energiezuinig systeem. De grootste stroombreedte zal het beeldscherm zijn. Maar de Pi zelf zal met de anderhalf uur nou, hooguit. En daarmee bedoel ik echt hooguit. 15 watt gebruiken. Waarschijnlijk meestal eerder 10 dan 15. De installatie is min of meer voorbij. We wachten nog even op wat komen gaat.
let op, het besturingssysteem is succesvol geïnstalleerd. En ik zal eens maar op oké drukken. Er komen systeemmeldingen voorbij. De eerste keer en we zullen dus straks geconfronteerd worden met Raspi config, configuratie van de Raspberry Pi, waarin we onder andere nog fijn slijperij aan het toetsenbord kunnen doen, de verdeling van het geheugen, meer of minder geheugen vrijmaken of reserveren voor het grafische werk, beeldscherm dus, of juist meer aan andere taken. De Raspberry Pi kan ook nog een beetje worden opgevoerd. We kunnen de processorsnelheid een beetje regelen. Er kan zelfs met een hoger voltage worden gewerkt. Dat is niet heel bevorderlijk voor de levensduur. Dit hoeft dus niet iedere keer bij het starten gedaan te worden. Dit gebeurt alleen bij de eerste keer. Dit is Raspi config. Helaas nog niet in het Nederlands. Daar moeten ze wat hulp voor komen. In tekst of verbaal of via de video. Ik laat het hier even bij. Tot straks. Goed, na een minuut of, ik denk 10, configuratie waarbij ik lang niet alle opties heb doorlopen, zijn we klaar om te rebooten. Dus dat gaan we maar eens doen. Dit is de reboot. Hier zien we wat op welk moment wordt geactiveerd en wordt geïnstalleerd. Dit kunnen we in een logbestand ook allemaal nog nalezen. Dat is eventueel belangrijk voor troubleshooting. Dus dit is de eerste keer dat de Raspberry Pi echt aan het werk gaat. Met een grafische omgeving. Er is nog een andere omgeving, die wordt de CLI of Command Line Interpreter genoemd. Daarmee kun je heel veel. Een muis. Eens kijken of mijn muisje het doet. Ja, die doet wat. Dit is een draadloos muisje van pakweg 4 euro bij de Action vandaan. En zo
ziet onze Raspberry Pi omgeving eruit. Dit is waarschijnlijk een browser. Nee, dit is een hele aparte browser. Dat is voor de statistisch geïnteresseerden en wiskundig geïnteresseerden. Dit werkt samen met elkaar. Dit is onze webbrowser. Maar we weten niet of we verbinding hebben. Want er zit een heel goedkoop draadloos netwerkkaartje van 6 euro. Alweer van de Action. In. En ik ben heel benieuwd of we die aan de praat krijgen. Maar daarvoor ga ik eerst de zaak maar eens neerleggen. Dat wil zeggen, dit gaat sluiten. Want ik zal wat configuratie moeten doen. En ik heb mijn camera in mijn linkerhand vast en ik heb toch echt een toetsenbord nodig. Tot straks.